Hallo, beste luisteraar. In het kader van de algemene vergadering van de Vlaamse Judenfederatie 2020 hier een kort en beknopt verslag vanuit de CGT of de Commissie Graden en Techniek. Wat ik ga proberen beknopt door te geven aan jullie is een aantal zaken, onze missie, onze taken en de samenstelling van onze commissie. En we overlopen ook graag even het werkjaar 2019, dus eigenlijk vorig jaar. En we kijken vooruit naar 2020, wat nog moet komen en waar we ook eigenlijk al een groot deel mee bezig zijn. Onze missie van de commissie kan in één zin samengevat worden als volgt. Op een kritische en innovatieve manier nadenken over alles wat met graden en technieken te maken heeft. En haar besluitvorming naar de Raad van Bestuur op een transparante, eenduidige en communicatieve stijl ter advies voorleggen. Dus dat eigenlijk gaat zeer breed, alles wat met graden en technieken te maken heeft. En wij zijn een adviesorgaan naar de Raad van Bestuur. Dat zijn eigenlijk belangrijke zaken. Waar zijn wij mee bezig? Wat is ons takenpakket? Dat is veel. Dat zitten eigenlijk normale dingen dat je zou verwachten onder, zoals het evalueren van de werking, de huidige werking, van het zoeken naar opportuniteiten en de promotie van alles wat met graden en technieken te maken heeft. Organisatie van het onderricht, opmaken en inhoud van programma's van Q en dan graden, inhoud van kata en technische trainingen, aanstellen van die lesgevers en zo verder. Ook organisatie van de dan-gradenpromotie, het reglement van de CI vastleggen. Nu, dat wordt niet alle weken of alle maanden veranderd, maar dat is nu wel gebeurd sinds vorig jaar. Ook vastleggen van de examenprogramma's, wat moet er gekend zijn, wat wordt er gevraagd. En de criteria, aan welke voorwaarden moet men voldoen om te kunnen inschrijven voor een examen. Ook daarnaast, en dat ligt een beetje gerelateerd, is de organisatie van de examenjury, de Show Dans Chicken jury. Wie kan deel uitmaken van de jury? Hoe wordt die telkens opgesteld? Bijscholingen worden ondertussen georganiseerd voor de juryleden. Er wordt ook een coaching voorzien voor nieuwe juryleden. En bij deze een warme oproep voor mensen die zich graag willen inschrijven voor een verkiezing in de examenjury. Graag een oproep naar kandidaten. Minimumvereisten zijn vierde dan en trainer A. Waar zijn we nog mee bezig? Onderzoeken en erkennen van hogere of van reguliere, laat het mij zo stellen dan. Een lagere is nogal een lelijk woord. Hogere dan graden. Ook de criteria voor de dan graden, vooral dan de hogere dan graden, hebben wij onder de loepen genomen. Zijn wij mee bezig geweest. Iets minder belangrijk, maar evaluatie van uitzonderlijke graadverhogingen ligt ook in ons takenpakket. En daar zijn we ook mee bezig eigenlijk. Overleg met onze collega's van de Waalse Vleugel. Om te kijken of dat we in de toekomst ergens raakvlakken hebben waar we kunnen samenwerken of een gemeenschappelijk project kunnen vooropstellen. De samenstelling, dat is als volgt, dat is nog altijd de initiële samenstelling sinds vorig jaar. Die bestaat uit mezelf als voorzitter, David Teleu als secretaris, Raymond de Klerk als onze technisch expert en dan nog twee fijne leden, Anne de Brabander en Patrick Minois. Wat betreft het werkjaar 2019, het voorbije werkjaar, wel, daarin zijn we opgericht. Als CGT hebben we een startvergadering gehad en hebben we ook onze mandaten goedgekeurd gekregen door de Raad van Bestuur. Dat is eigenlijk allemaal opstart geweest. Dat was vorig jaar rond de maand maart, dacht ik. We zijn daarna meteen aan de slag gegaan en we hebben als een van de eerste opdrachten vanuit de Raad van Bestuur ook gekeken naar de criteria die gehanteerd waren en worden voor de showdanszieken van de hogere graden. Zijn er dan voornamelijk 6, 7, 8 en 9 dan. We hebben daar een aantal criteria voor opgesteld. Eigenlijk waren dat hoofdzakelijk
de bestaande criteria. We hebben ze alleen een beetje verfijnd. Waar wij belang aan hechten is een perfect moreel en ethisch gedrag van de judoka-kandidaat in kwestie. Wij hebben ook een wachttijd vooropgesteld tussen twee examens. Die bestaat uit de stamtijd en een variabele tijd. De stamtijd is voor iedereen gelijk, iedereen dezelfde. De variabele tijd wordt samengesteld op basis van het curriculum van de betreffende judoka. En dat curriculum wordt bekeken op vier grote pijlers. Het wedstrijdverleden, de technische kennis, de competenties en de actieve inzet. Technische kennis, bijvoorbeeld kata-toernooien of resultaten op de vorige Shodan-shiken. Competenties, bijvoorbeeld een of andere vorm van trainerschap of van scheidsrechter op verschillende niveaus. En de actieve inzet is, ben je nog steeds bezig als trainer, als hoofdtrainer, als scheidsrechter of als bestuurslid of whatever. Dit wordt allemaal samengenomen, wordt in een puntentabel gegoten. En zo komen we tenslotte, wanneer we dat allemaal berekenen, aan de variabele tijd voor elke judoka. Daarnaast hebben we ook nog een aantal kata judge opleidingen georganiseerd het voorbije jaar. Wij zitten ondertussen aan een opleiding, als ik me niet vergis, Nagano kata, Juno kata en Katame no kata die de revue gepasseerd zijn. Staan nog op het programma of stonden liever op het programma in het voorjaar van 2020. Maar door allerlei bekende omstandigheden is dat niet doorgegaan. De Kimeno kata en de Korokan Go Shinjitsu. De vijf officiële wedstrijd kata voor kata judge certificaten. Tegelijkertijd hebben we van die opleidingen ook van de gelegenheid geprofiteerd om daarvan bijscholingen te maken voor onze juryleden van de examencommissie. En dan een van de grootste verwezenlijkingen vorig jaar is op weg naar een nieuwe dangraad. We hebben, zoals misschien de meesten al weten, de CI onder de loepen genomen. Want dat was wel een heikel punt tot vorig jaar, of tot nu liever gezegd. Deelnamecijfers waren aan het stagneren, waren eigenlijk beter gezegd achteruit aan het gaan. En we zijn vanuit verschillende hoeken hebben we ons licht opgestoken. We zijn bij de judoka Jan met de pet gaan luisteren. We zijn bij clubbestuurders gaan luisteren. We hebben bij trainers gaan luisteren. We zijn bij juryleden gaan luisteren. Bij scheidsrechters. Bij de raad van bestuur uiteraard. En zo verder. En we hebben data gebruikt. Dus kwalitatieve en kwantitatieve data. Om een nieuwe weg naar een dangraad op te maken. Die bestaat nu voornamelijk. Die bestaat sowieso uit ofwel via wedstrijdweg ofwel via een technische weg. De CI, de format van de CI, die blijft behouden. Dat betekent CI voor alle duidelijkheid in lijnvechten, zonder coaching en zonder podium achteraf. Het systeem is ook laagdrempelig gemaakt voor elke judoka die wel ergens zijn gading kan vinden. Het systeem is ook de bedoeling daarvan toch om het zo eenvoudig als mogelijk voor iedereen te houden. Zowel voor de judoka zelf als voor de mensen van de administratie, van de federatie. In een heel korte notendop, op één slide, enkele belangrijke punten van op weg naar een nieuwe dangraad. Dus ofwel is er een wedstrijdweg om uw punten te maken, ofwel een technische weg. De wedstrijdweg gebeurt via ofwel CI, waarbij er 6 CI per seizoen georganiseerd worden. 2 per regio. Er zijn 3 regio's, regio West, Centrum en Oost. Op elke CI krijgt men, scoort men 3 punten per ippon. Wasari wordt niet meer gehonoreerd omwille van de wijzigingen van het wedstrijdreglement, de score. Er is enkel nog wasari en ippon. Vroeger was er koka, yuko en zo verder. Was er dan yuko en zo verder. Koka werd dan gesupprimeerd. Nu is ondertussen wasari en ippon overgebleven. Wasari gaan we niet meer honoreren. En er zijn nog 2 shiai's die georganiseerd worden per regio. Dat zijn shiai voor kyugraden, bruine gordels, en shiai voor dangraden toekoer, zwarte gordels.
Via de wedstrijdweg, wil je je examen afleggen, dan behaal je eerst 30 wedstrijdpunten, 20 voor indien de judoka ouder dan 30 jaar is. De kaart met uw punten wordt ingevuld door de tijdopnemer, wordt gecontroleerd door de provinciale wokker of een afgevaardigde. En je doet je examen eerst dan ten vroegste op 16 jaar. Dus op de dag van het examen word je 16 of ben je reeds 16 geworden. Waar kunnen er nog punten gescoord worden naast de CIA? Dat is op clubtoernooien, U18 plus, dus U21 en senioren. Clubtoernooien die op de VIF-kalender staan, het interprovinciaal U18-toernooi, de Interclub, NEWASA-toernooien, veteranentoernooien, bijvoorbeeld Belgisch kampioenschap veterans of Europese kampioenschappen. Daar wordt er 1 punt gescoord per IPON-overwinning. 3 punten op CIA, 1 punt op een regulier toernooi. Met uitzondering van het Vlaams, het Belgisch, de Grand Slam, de Grand Prix en alle grote toernooien waar je ook wel 3 punten gehonoreerd krijgt omwille van toch de sterkte van dat toernooi. Ook daar geen Wazari-honorering. En dan, even herhalen, op clubtoernooien kan je U18 punten halen op dezelfde graad of hoger als winnaar, dat lijkt mij evident. Hanske Maké is geen punt, dat was, of dat is nu op de CI ook niet zo. Dangraden die kunnen scoren tegen dangraden, eerste Q-graden scoren tegen eerste of tegen dangraden. En dan via technische weg scoort men eveneens 30 punten. Dat was de optiek van hou het gemakkelijk, hou het eenvoudig. Er worden 30 technische punten gescoord. Of je kan ook bijvoorbeeld beslissen om, en dat hebben we gedaan voor een aantal judoka's die al, ja, hoe moet ik het zeggen, op een meer respectabele leeftijd gekomen zijn, maar die toch nog een keer willen proberen naar de CIA gaan. En die daar dan 1 of 2 punten scoren. Nu moet ik zeggen 3 of 6 punten scoren. En die daarna zijn van, ja, goh, het is toch te lastig voor mij. Ik ga verder mijn dangraadexamen proberen te doen via technische weg. Wel, dan kunnen zij die wedstrijdpunten die ze verzameld hebben ook wel meenemen. In totaal verzamel je 30 punten. Daar kunnen technische punten bij zitten. Daar kunnen ook wedstrijdpunten bij zitten. Maar voor alle duidelijkheid, vanaf dat je 1 technisch punt gebruikt in je saldo, doe je examen via technische weg. Je doet examen via wedstrijdweg met enkel uitsluitend wedstrijdpunten. De technische weg, punten gescoord op elke aanwezigheid van provinciale katatraining, regionale katatraining, de regionale technische training, de katahogere graden en elke technische bijscholing met officieel VIF-attest, 2 punten per aanwezigheid, 30 in totaal. De kaart die wordt ingevuld door op competitie door de tijdopnemer of door een afgevaardigde of tijdens de kata-training of de technische training dan door de lesgever in kwestie. Je doet examen via technische weg ten vroegste de dag dat je 21 jaar wordt, op de dag van het examen. Hoe kan je nog punten scoren via technische weg? Wel, wij hebben nagedacht en daar vinden we dan dat bijvoorbeeld judoka die een hans seizoen bezig zijn met het volgen van een initiatorcursus, een instructeur B, een trainer B of trainer A cursus, dat die toch wel voldoende tijd en energie spenderen. En die kunnen 10 punten verzamelen van hun 30 nodige punten op de kaart, indien zij slagen voor de gevolgde cursus. Hetzelfde verhaal een beetje, analogie voor de scheidsrechtersexamens. Geslaagd op een scheidsrechterexamen na het volgen van een cursus, 5 punten op de technische wegkaart. En dan tenslotte, kata-toernooien, die komen ook in aanmerking voor een aantal technische punten te verzamelen, namelijk 2 punten ook, een beetje een equivalent van een kata-training, 2 punten per deelname per kata. We hebben geprobeerd om zo breed mogelijk dit systeem te kunnen toepassen. Wij vinden dat zowel de CI blijft bestaan met dit systeem. Wij vinden tegelijkertijd dat ook hopelijk de clubtoernooien wat meer succes gaan hebben, omdat er toch wel CI-puntjes kunnen gescoord worden. Weliswaar 1 van de 30 nodige, maar bon, het is beter dan geen, tenslotte. We hebben ook geprobeerd om mensen wat te stimuleren om naar kata-toernooien deel te nemen, omdat ze toch kunnen 2 punten scoren per deelname per kata.
Omdat we vinden als je deelneemt aan een kattentoernooi, dat je toch wel ergens de moeite doet om dat degelijk voor te bereiden. Tenzij dat je echt wel er een circus van wil maken. Maar ik denk niet dat iemand zo ingesteld is als judoka. En dat betekent dat je daar toch ook wel wat mee bezig bent. Dus dat moet kunnen ergens beloond worden. We hebben ook geprobeerd om de trainerscursussen wat mee te nemen in het verhaal. 10 punten is niet niks. Maar je moet eigenlijk ook wel veel tijd en energie besteden aan het volgen van een cursus. En dan tenslotte bijvoorbeeld ook nog de Newasa-toernooien en de Veteranen-toernooien hebben we ook willen meenemen in de rekening. Zodanig dat we hopelijk dit wat meer aanslaat. Bij deze nog heel kort een warme oproep om mensen die clubs die geïnteresseerd zijn om Shiai te organiseren. 1 maal per seizoen of 2 maal maximum per seizoen voor hun regio. Een mailtje naar sylvia@vf.be en de rest doen we dan wel verder. Goed, wat het werkjaar 2020 betreft, het komende werkjaar of dit wat nu al een stuk bezig is, wat ligt er nog op de plank of waar zijn we nu mee bezig? En dat is goed, want dat gaat invoegen vanaf september 20. Wanneer we met z'n allen juichend op de tatami weer gaan staan in september, op de hogere graden kata-training, hebben we samenspraak met Erik, de vaste lesgever, Erik Velemans natuurlijk, beslist dat we per seizoen exclusief en het volledig overlopen van de volgende kata op programma stellen. Kime, Kodokan Goshin, Koshiki en Itsutsu no kata. Dat betekent concreet dat er op de kata hogere graden geen nage, geen katame en geen juno kata meer gegeven zal worden. Dat wordt nu reeds geheel of gedeeltelijk gedaan op de provinciale en de regionale trainingen. Op die manier hebben we gedurende 1 seizoen voor alle kandidaatexamen hogere graden op hetzelfde seizoen alle kata die op het programma daarvoor staan ook tijdens de training ter demonstratie en ter beoefening. Wat we ook gaan doen, maar vanaf januari 21 weliswaar, is dat we de Shodan Shiken, dus de reguliere Shodan Shiken examens, telkens op de Shiai zondag gaan programmeren. De Shiai zondag in de voormiddag, de Shodan Shiken in de namiddag. Dat betekent ook dat de katatraining hoger graden in de voormiddag van de Shiai valt. Maar aangezien dat iemand die op de Shiai vertoeft eigenlijk op dat moment weinig te zoeken heeft op de kata hogere graden of op de Shodan Shiken zelf, denken we dat die twee verschillende publieken los van elkaar staan en eigenlijk geen problemen geven. En tenslotte ook nog de regionale technische training in het centrum, in de centrumregio, dus in Zwijndrecht, wordt verplaatst van de eerste naar de derde zondag. Waar we ons ook nog gaan mee bezighouden in het najaar, dat is de bestaande examenprogramma's, eerste, tweede en derde dan, om die even onder de loepen te nemen en te onderwerpen aan een kritische blik, waarbij we eigenlijk willen kijken of dat we dat niet wat kunnen actualiseren, de examenprogramma's. Dus wat er moet gekend worden voor de examens eerste, tweede en derde dan. En dan tenslotte, en dat is de laatste slide voor het werkjaar 2020, is eigenlijk al, ja, we zitten er nu volop in eigenlijk. Maar we hebben in maart vrij snel toch wel actie ondernomen en de bui zien hangen hebben in samenspraak met Peter Smolders, onze federatiedokter die ook voor de EGU werkzaam is als arts. Hebben we beslist om alle Shodan Shiken voor de resterende data van het resterende seizoen op te schorten en te verplaatsen naar dezelfde chronologische volgorde naar september, oktober en december. Het is te zeggen, de Shodan Shiken voor de eerste dans in september, daar zijn nu reeds ingeschreven de judoka's van de geannuleerde Shodan Shiken van maart en mei. En we kunnen dit nog aanvullen met nieuwe kandidaten, maar wel met een maximum numerus clausus, laten we zeggen, van 45 kandidaten, wat anders zeer moeilijk doenbaar wordt organisatorisch op 4 tatami in Zwijndrecht voor zowel de kandidaten als voor de juryleden. En dan de anderen kunnen dan eventueel doorschuiven, maar dat zullen er volgens mij toch niet veel meer zijn naar de Shodan Shiken eerste dan van november.
Wat betreft de show, dan zie ik in 2 en 3 dan van oktober. Ja, daar zijn alle ingeschreven judoka's van april, annuleerde sessie, ingeschreven. En daar kunnen nog altijd nieuwe judoka's bij, omdat we traditioneel toch geen al te grote massale opkomst zien voor 2e, 3e dan examens. En die kunnen we wel op een langere namiddag allemaal samen examineren. Wat betreft het examen van de hoge graad, dat in juni plaatsvindt, is geannuleerd. En hebben we dan ook automatisch naar de eerst dichtbijpassende datum verplaatst, zijnde 13 december, dit jaar nog uiteraard. 13 december is een zondag, alles blijft zoals het was. Wij hebben ook nog, indien er nog noodzakelijke aanwezigheden moeten genoteerd worden of verzameld worden, kunnen die ook nog tot en met 1 december, 1 december 2020. Dus dat wordt allemaal mooi netjes verplaatst. En dan de Raad van Hogere Graad, die ook voorzien was in juni eerstkomend, die wordt verplaatst naar januari 21. Net na nieuwjaar, denken we. We moeten nog zien of wanneer dat de zaal vrij is. Maar dat willen we een beetje opwaarderen, de Raad van Hogere Graad. En dat was eigenlijk ook al onze bedoeling in juni. Maar dat wordt nu januari. We willen daar op de Raad van Hogere Graad een namiddag van maken. Met een plenaire sessie. Ook demonstraties die gaan gegeven worden op de tatami. En om af te sluiten zouden we graag ook een receptie eraan vastkoppelen. Zodanig dat we met z'n allen de hogere graden na een fijne namiddag meeten en demonstraties kijken. Toch nog een klein natje en een droogje in het januarijjaar kunnen heffen op. Hopelijk een schitterend en vooralsnog supergezond virusvrij 2021. Rest mij nog jullie te zeggen, hou het vooral gezond. Probeer een beetje judo te doen waar dat mogelijk is. Probeer zeker en vast te bewegen. Houd uw conditie zoveel als mogelijk op peil alstublieft. Want wij verwachten dat we in september met z'n allen juichend op de tatami staan. Ik wens jullie nog een fijne namiddag, avond, weekend. Bedankt.